Nou, voorzitter, dit is al een heel hoopgevend begin, moet ik zeggen. Het lijkt er toch op dat in ieder geval we buiten kunnen blijven sporten en dat we gewoon buiten naar het sportveld kunnen. Ik heb al vaker met dit soort debatjes gevraagd aan de minister-president of de nevenschade ook is meegenomen, de neveneffecten. Dat bleek bij de lockdown niet zo te zijn geweest, de anderhalve meter niet, de horecasluiting niet, de avondklok niet, click and collect hebben we toen een leuk debatje over gehad. Het is nooit doorgerekend. Dus ik vraag me nu af, die QR-code op de terrassen, in de buitenlucht notabene, is daar nu een berekening van gemaakt of een afweging? Is daar een papier van waarbij gekeken wordt? Nou, het is in de buitenlucht. Wij verwachten daar zoveel besmettingen mee te kunnen voorkomen. En de nevenschade is dit en dit voor bijvoorbeeld de horeca. En dat weegt wat betreft de minister-president tegen elkaar op. Ja. De minister-president. Maar die discussie hebben we wel vaker met elkaar gevoerd. Dat je niet voor één zo'n maatregel heel specifiek kan kijken. Wat doet het nou precies in de besmettingen? Het OMT is hier wel heel helder over. Wat we doen is natuurlijk naast mondkapjes en naast de basisregels met een aantal aanvullingen ook het CTB uitbreiden. Dat is ook de vraag van mevrouw Jans, van mevrouw Van den Berg. Hoe zit het met uiteindelijk ook het hele vraagstuk van de buitenterrassen? Wij menen echt dat het verstandig is om hier het OMT te volgen. En zeker als we nu op de sport mogelijk een afzwakking doen, dan zou ik dat echt willen handhaven. Anders wordt het pakket echt te licht. Wat speelt erbij mee? Dat naarmate het natuurlijk meer naar de winter gaat, mensen misschien nog wel buiten zitten onder de door sommige partijen hier zo vervoerde terrasverwarmers. Op een gegeven moment ook wat vaker naar binnen gaan als het te koud wordt. Ze moeten sowieso af en toe naar binnen voor de wc. Die terrassen zelf krijgen natuurlijk ook steeds minder het karakter van het terras, maar hebben ook steeds meer natuurlijk afscherming tegen wind en regen. Dus wij denken echt dat het verstandig is om, zeker voor de komende maanden, dat CTB ook uit te breiden naar wat dan nog terrassen heet. Maar in mijn waarneming, in heel veel gevallen, qua sfeer en uitwerking, lastig zich laat vergelijken met wat precies binnen of buiten is. De heer Van Hagen. Ja, voorzitter, dat is geen antwoord op mijn vraag. Ik snap dat de premier het graag wil en dat het in lijn is met het OMT-advies. Maar ik vraag, is het berekend en is die nevenschade gewoon opnieuw weer gewoon niet in beeld? En dat geldt ook voor de QR-code natuurlijk op de sportscholen. Wat is nou het netto resultaat van die invoering van die QR-pas? Je hebt dus minder mensen die aan het sporten zijn, minder gezonde mensen. Daar moet toch een schatting van te maken zijn wat daar de negatieve effecten van zijn. Ten opzichte, en dat zet je dan af tegen eventueel minder besmettingen. Dus zijn die berekeningen gemaakt en is daar een inschatting gemaakt? En dat wil ik graag weten en dan wil ik ze natuurlijk ook graag hebben. En de vorige keren, breng ik nogmaals in herinneringen, is dat allemaal niet gedaan. En ik vind dat raar, want die nevenschade die bepaalt mede de effectiviteit van die maatregel. Nou, voorzitter, wij kijken natuurlijk altijd via de zogenaamde dwars doorkijkende toetsen, met ook alle advisering die we daarover hebben van planbureaus en deskundigen. We kijken op alles wat we doen, wat ook de verdere bredere maatschappelijke effecten zijn op economie en het sociaal-psychologisch welbevinden. Alle maatregelen hebben natuurlijk ook in dat opzicht hun effecten. Die zijn vandaag denk ik beperkt in dit pakket. Maar zou je bijvoorbeeld overgaan tot verdergaande contactbeperkingen, dan heeft dat natuurlijk ook een groter effect, los op de economie, mogelijk zelfs. Hè. Stel je het onderwijs meer zou doen of in de ouderenzorg, dan hebben dat soort maatregelen hebben natuurlijk meteen een veel groter effect, ook sociaal-psychologisch en ook heel vaak economisch. Dat is hier beperkt. U krijgt ook steeds al die stukken toegestuurd over die bredere maatschappelijke toets die gedaan wordt. Maar je kunt, die discussie hebben we vaker gevoerd, niet per maatregel heel specifiek aantonen wat exact de bijdrage is aan de R0. De heer Van Hagen. Ja, dat zijn allemaal woorden die ik niet begrijp hoor. Dwars doorschijnende toetsen en brede maatschappelijke toets. Er zijn dus blijkbaar berekeningen gemaakt. Nou, dan wil ik ze graag hebben. En als die er niet zijn, en ik zou ze eigenlijk graag vanavond nog willen hebben. Want als die er gewoon zijn, die dwars doorschijnende toetsen, dan wil ik ze wel gewoon bekijken. En als die er niet zijn, dan concludeer ik gewoon dat er opnieuw niet is gekeken naar de nevenschade. Dat het gewoon weer een beetje voortmodderen is en verder gaan in dat pad waarbij het wel prettig is om het wat duidelijker te maken. He, overal die QR-code invoeren, maar zonder de nevenschade af te zetten tegen de opbrengsten. En die zijn soms heel, heel klein. Hè? Bij de horeca was het destijds nauwelijks besmettingen te herleiden naar de horeca. Toch ging de horeca dicht. En die hele nevenschade die was er niet bij dat click and collect. Het was gewoon uit de duim gezogen door een ambtenaar. Dus nu opnieuw, als die dwars doorschijnende toetsen er zijn, krijg ik ze graag. En dan kunnen we dat misschien narekenen. De minister-president. Voorzitter, de Kamer krijgt alle informatie, maar we hebben niet op per maatregel precieze berekeningen. Die zijn niet te maken.